Rob, gefeliciteerd met je nieuwe roman De Solist. Dank je wel. Kun je erover vertellen? Ja, De Solist. De Solist is een verhaal van Valentin Grossman. Een Joodse muzikus die na jarenlange onderduik terugkeert naar Berlijn. En daar ontdekt dat zijn geliefde is verdwenen. Tijdens de bombardementen van de zware gevechten in de dagen voor het einde van de oorlog is ze in verwarde toestand verdwenen. Mm-hmm. En hij gaat naar haar op zoek en is ervan overtuigd dat de enige weg naar haar terug is de weg van de muziek. Dezelfde weg via waar hij haar gevonden heeft. En dus hij organiseert een concert in de ruïnes van Berlijn, mm-hmm, samen met het Berliner Philharmoniker. En het is deels gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, toch? Het is grotendeels gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, ja. Want ik was ooit in Berlijn en ik stuitte op dit verhaal over dat er slechts 2 weken na het einde van de oorlog het Philharmonisch Orkest een concert gaf in de ruïnes. Dus ik ben daarin gaan duiken en ik heb allerlei onderzoek verricht en daar kwamen de meest prachtige feiten en gebeurtenissen daarboven. En het is een uniek verhaal, maar ook een relatief onbekend verhaal eigenlijk in de geschiedenis, mm-hmm, van de hele de recente periode na het einde van de oorlog. En hoe meer ik daarin dook en hoe meer ik daarover ging lezen, hoe mooier het verhaal eigenlijk werd en hoe mooier het paste bij mijn fictiedeel, mm-hmm, van dit verhaal. Ja. Want waarom wil je eigenlijk geen non-fictie boek schrijven? Ja. Dit verhaal zou zich ook kunnen lenen voor non-fictie. Waren het niet dat ik ook erg gefascineerd ben door de enorme veerkracht van niet alleen de Duitse bevolking, maar heel veel mensen die vlak na de oorlog, na zoveel ellende, toch zo snel weer de draad van het leven hebben opgepakt. Mm-hmm. En om me daar helemaal in te verdiepen, in zo'n, in dit geval één persoon, is ja, de fictie misschien toch wat geschikter, omdat ik me dan helemaal in de fantasie kan laten opgaan en mezelf daarin ook. Mm-hmm. En feiten blijven misschien toch wat meer op de afstand. Dus ja, het is, ik heb die twee dingen geprobeerd te combineren, fictie en non-fictie. En ja, zie hier. Ja, het is goed gelukt. Dank je.